Ben jij beleidsmedewerker bij een corporatie? Ben je bezig met asset management of strategisch voorraadbeleid? En vraag je je af welke gegevens je kunt gebruiken bij het analyseren van je complexen? Dan is deze video voor jou. Mijn naam is Ritske Dankert van de Coöperatiestrateeg. En in deze video wil ik een vraag beantwoorden die ik binnenkreeg van Astrid. Astrid die vraagt zich af: welke gegevens kun je nu het beste gebruiken om je wholesale-analyse, dus je jaarlijkse of tweejaarlijkse analyse van alle complexen, waarbij je bepaalt welke strategie je met dat complex gaat volgen. Welke gegevens kun je het beste bij die analyse gebruiken? Dus welke gegevens gebruik je om het financieel rendement zichtbaar te maken? En welke gegevens gebruik je om het maatschappelijk rendement zichtbaar te maken? Ik kan daar eigenlijk heel simpel antwoord op geven. Het is een beetje flauw, maar het hangt ervan af in welke situatie jij zit, welke gegevens je wilt gebruiken. Ik kan er nog wel iets meer over zeggen. Financieel rendement, om daar maar even mee te beginnen, dat is voor een groot gedeelte redelijk standaard wat je daarvoor kunt gebruiken. Niet alleen specifiek ook voor woningcorporaties, maar ook voor andere verhuurders. Want uiteindelijk wil je met het financieel rendement vooral weten hoeveel geld je verdient met die woningen. En of je dat geld nu wilt inzetten voor maatschappelijke doeleinden of dat je dat geld wilt uitkeren aan de aandeelhouders. Dat maakt eigenlijk voor de manier van meten hoeveel je verdient met een woning of met een woningcomplex, maakt niet zo heel veel uit. Ik heb in een andere video een aantal van die berekeningswijzen, een aantal manieren om op lange termijn, op korte termijn financieel rendement inzichtelijk te maken op een rij gezet. Ik zal die video hieronder ook eventjes neerzetten. Als je op mijn website kijkt, dan zie je de video hieronder staan. Als het gaat om het maatschappelijk rendement, dan gaan we meer verschillen zien tussen verschillende woningeigenaren en ook tussen verschillende corporaties. Wat heel veel eigenaren wel degelijk doen, en dat zet je bij, dat valt eigenlijk onder het maatschappelijk rendement ook voor een groot gedeelte, maar heeft ook wel een link met het financieel rendement. En vandaar dat commerciële eigenaren dit eigenlijk ook doen. En dat is kijken, is er überhaupt een maatschappelijke vraag? Zijn er doelgroepen die deze woningen nu en in de toekomst willen hebben? Dus je gaat op basis van bijvoorbeeld gegevens uit het woonruimteverdelingssysteem. Daar kun je op redelijk korte termijn kun je kijken ja, hoeveel vraag er naar een woning is, hoe populair de woningen zijn. Of bijvoorbeeld uit woningmarktonderzoek, zodat je ook kunt kijken op iets langere termijn en ja, of die woningen nog passen bij de opbouw van de bevolking die er op dat moment is. Op basis daarvan kun je scores toekennen aan je woningen. Een voorbeeld te geven, heb je bijvoorbeeld het aantal reacties, hoeveel mensen reageren op een woning vanuit je woonruimteverdelingssysteem, dan kun je op basis daarvan bekijken hoe populair een woning is. Wat daarbij wel relevant is om te doen, is dat je natuurlijk altijd het aantal mensen wat reageert afzet tegenover het aantal mensen wat actief woningzoekend is en wat ook op die betreffende woning kan reageren. Dus als je bijvoorbeeld een 55-plus woning hebt, zet het aantal reacties dan niet af tegenover het totaal aantal woningzoekenden, want dan zul je zien dat zo'n woning heel slecht scoort. Maar zet het echt af tegenover het aantal actief woningzoekenden van 55 jaar en ouder. Dan krijg je een realistischer score. Zoals gezegd, op langere termijn kun je daar woningmarktonderzoek bij gebruiken. Daarbij is het heel belangrijk om je te realiseren dat wat mensen in woningmarktonderzoek aangeven, is vaak hun eerste keus. Er is wel heel veel ontwikkeling in woningmarktonderzoek om ervoor te zorgen dat dat wel een realistische eerste keus is, maar het blijft een eerste keus. En in de praktijk zie je dat mensen ook heel lang wonen en ook huur betalen in woningen die eigenlijk hun tweede keus zijn. Dus hou daar wel rekening mee bij het interpreteren van woningmarktonderzoek. En dan is er nog een categorie die ook onder dat maatschappelijke rendement valt, waar ook woningcorporaties meer en meer uiteen gaan lopen.
En dan zou ik je eigenlijk willen aanraden om ook het ondernemingsplan van je eigen coöperatie daarbij te pakken. En te kijken wat zijn nu de speerpunten van onze coöperatie. Wil je je inzetten voor de betaalbaarheid van het wonen? Is dat het belangrijkste maatschappelijke doel wat je in jouw werkgebied wilt realiseren? Nou, dan zul je ook de huurprijzen en ook de energiezuinigheid en daarmee de energielasten in kaart willen brengen en dat zwaar willen laten meewegen bij de vraag of je wel of niet door wilt gaan met bepaalde woningen om die te verhuren. Ben je heel erg gedreven als coöperatie om de opgave op het gebied van duurzaamheid in te vullen? Nou, dan ga je natuurlijk kijken waar zit nog de meeste potentie om een slag te maken qua duurzaamheid. He, dus welke complexen kan ik met relatief eenvoudige middelen nog grote stappen zetten in het energiezuiniger maken? En dan zijn dat natuurlijk de complexen waar je mee verder wilt, omdat je daar die ambitie in kunt realiseren. Als je in jouw werkgebied een grote opgave hebt op het gebied van nieuwbouw, nou ja, dan zul je ook willen kijken van ja, welke complexen kan ik nog meer huur uithalen, zodat ik dat geld weer kan inzetten voor nieuwe investeringen. En dat hangt natuurlijk een beetje aan ook tegen het financieel rendement. Maar dan ga je dat dus belangrijker maken, zwaarder wegen. Dus wat ik je aanraad is om altijd daarbij ook altijd naar je ondernemingsplan te kijken en van daaruit speerpunten te benoemen en op die manier te kijken wat is belangrijk in mijn eigen werkgebied. Nou, ik hoop dat ik je met deze video een aanzet heb gegeven om invulling te geven aan het vinden van de juiste gegevens voor het in kaart brengen van zowel het financieel rendement als het maatschappelijk rendement. Dat je daarmee vooruit kunt. Ik ben heel benieuwd naar welke gegevens je in aanvulling daarop zelf nog gebruikt. Laat het vooral hieronder weten in de reacties. En wil je meer tips ontvangen over coöperatiebeleid en strategie? Meld je dan aan voor mijn tweewekelijkse magazine Coöperatietips. Dat is gratis en dat kun je je voor aanmelden op de website corporatiestrateeg.nl.